Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt heeft een tentoonstelling mogen organiseren met een fantastisch kunstenaar, namelijk Gilbert de Kock, een van Vlaanderens meest uitgesproken beoefenaars van de geometrische abstractie. Kort voor de Tweede Wereldoorlog ontstond er in Rusland een nieuwe stroming in de abstracte kunst. Het constructivisme, met onder andere Malevich, die schilderde totdat er nog maar een wit of een zwart vlak overbleef. Daarna hadden we de stijl met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. En vanaf de jaren 50 waren enkele Belgische kunstenaars in de ban van het constructivisme. Met natuurlijk Gilbert de Kock. Hij werd geboren in 1928 in Knokke en genoot zijn opleiding aan de Academie in Brugge. Als verantwoordelijke voor de decoratie van het casino Knokke-Heist komt hij terecht in de kunst die in de architectuur wordt geïntegreerd. Kenmerkend aan Gilbert de Kock zijn werken zijn het sobere tot wit-zwart herleide kleurengebruik en de zeer strakke, regelmatige, afgelijnde vormgeving. Sinds 1967 beperkte de Kock dit abstract taalgebruik grotendeels tot de cirkel en het vierkant. De twee meest essentiële vormen in de menselijke verbeelding. De cirkel verwijst naar het goddelijke. Het vierkant naar het menselijke. Een goddelijke combinatie, zoals hij het ooit zelf noemde. Door dit contact tussen God en mens kwam Gilbert de Kock in een soort mythologische wereld terecht. En hij kende zijn kunstwerken dan ook mythologische namen toe. Zoals dit werk, dat Traïka heet. Maar hij had ook werken genaamd Olympus of Cassides. Aan zijn composities van vierkant en cirkel geeft Gilbert de Kock graag een persoonlijke creatie door weglatingen, vlakafsnijdingen, lijnonderbrekingen, maar ook door een bepaald kleurgebruik zijn zijn sterk harmonisch opgebouwde werken een klimaat van rust. Hij won de Europaprijs voor de schilderskunst en de prijs van de stad Knokke. En zijn werk is te zien op heel veel plaatsen. Onder andere het metrostation Kunstwet en het prentenkabinet van Brussel. En in heel veel musea. Gilbert de Kock overleed in 2007 in zijn geboorteplaats, Knokke. Een groot kunstenaar. Nog tot 22 juni bij de Eastman Gallery aan de Zuivelmarkt in Hasselt.